Hi, my name's Olivia. I have ASD, Autism Spectrum Disorder, and I am single. I would like to start dating. I just don't really know how. In het kader van het programma Love on the Spectrum geef ik je een aantal tips voor als je met iemand met autisme wilt daten. En natuurlijk, ik weet het spectrum is ontzettend groot en heel erg divers, dus ik generaliseer een beetje. Mensen met autisme die willen graag duidelijkheid. Dus ga niet, als je iemand met autisme date, de hele tijd de tijd verplaatsen of de locatie verplaatsen. Dan krijgen ze stress. Je maakt gewoon een afspraak en dat is het. Prietpraat, praatjes over eigenlijk niks. Daar kunnen mensen met autisme, die kunnen daar niet zoveel mee. Die willen echt een duidelijk onderwerp. Would you like to get married? What are your hobbies and interests? I like to collect toys and dolls and things. Seriously? Yeah. That's what I like doing as well. Het mag ook een verdiepend onderwerp zijn, bijvoorbeeld wat is de zin van het leven, maar het kan ook gaan over een goed boek en niet praten om het praten. Mensen met autisme die voelen wel emoties, die voelen net zoveel als andere mensen, alleen ze kunnen emoties niet heel goed lezen. Dus ja, denk jij van, nou ja, dit is wel het moment om te gaan zoenen, maar hij doet niks. Dan kan het best zijn dat die persoon met autisme niet goed aanvoelt. Dus wees gewoon heel duidelijk. Zeg, ik wil nu met jou zoenen. Als je dat zo heel duidelijk zegt, dan weet je ook precies waar je aan toe bent. Could I maybe give you a hug? Absolutely, right? Absolutely. Do you want me to? Or? Whatever you're comfortable with. Nog een tip waar je aan moet denken. Mensen met autisme, die nemen vaak dingen heel erg letterlijk. Dus zeg jij van, ja heerlijk, ik heb een haremsoep. Ja, dan kunnen zij soms niet begrijpen dat het cynisch bedoelt. Dat je eigenlijk het tegenovergestelde bedoelt. Om verwarring te voorkomen, wees gewoon heel erg letterlijk. Oké, you ready? Here I come. Hi Jody, my name is Kelvin. Nice to meet you. Hello Kelvin. Here's your chair. No, go out and take the chair and go out and take a chair. No, Kevin, stand up. Get the chair out and let the lady to sit down. And then you say, here's your chair. Ik heb nog een hele goede belangrijke tip. Ga vooral met iemand met autisme daten. Je krijgt er heel veel voor terug. Namelijk iemand die extra bijzonder is, die niet mainstream is. You're a cute patootie. And you have a cute patootie as well. En ze zijn heel loyaal. Made for each other. Hallo Chanel. Hallo Jimmy. Love on the Spectrum staat nu op Netflix. En ik wens u allen heel veel dateplezier. If I actually was dating somebody, I would treat her as my top priority. She would be pretty much my $1 million.